Ik heb Engelstalige slides. Goedenavond iedereen. We spreken vanavond over biologische reserveonderdelen. Zoals je met je auto naar de garagist gaat en je uitlaatpijp vervangt en zowat alle essentiële stukken van je auto kan vervangen, gaan we misschien wel op een bepaald moment komen dat dat met het menselijk lichaam ook gaat mogelijk zijn. En de timeframe waar we hierover spreken is de volgende 50 jaar. Maar ik denk wel dat we er binnen 50 jaar gaan staan. Dat gaat in verschillende stappen gaan. En dat ga ik ook vandaag proberen illustreren. Het is eigenlijk in de secte regeneratieve geneeskunde, die meer en meer ook, laten we zeggen, wat meer op de voorgrond komt, ook in de media. En de 3D-printing draagt er natuurlijk toe bij. Waarbij we weefsels die ofwel verloren zijn of beschadigd zijn, gaan vervangen. En op die manier de functie gaan herstellen. En functie herstellen betekent ook quality of life. Dat de mensen kunnen verder leven. En dat is het beeld dat we hebben. Dat we goed gaan leven tot ons 125 jaar. En dan zal het potentieel opgebruikt zijn. Hoewel natuurlijk nu met de nieuwe stamceltechnologie. Het zou wel eens kunnen dat we nog weer een stuk langer verder kunnen. Hè. Om dat te illustreren. Ik ben reumatoloog. Ik zie veel patiënten met gewrichtsproblemen. Onder andere knieën. Komen typisch op jonge leeftijd bij ons met allerlei problemen. Die dan in een aantal jaren of na een aantal jaren toch wel begint tot serieuze schade. Te leiden. En dan gaan we typisch op een bepaalde leeftijd zeggen, ja, nu is het wel opgebruikt, het gewricht is versleten en dan wordt er een jump gemaakt en dan wordt er iets in plastiek en in metalen in die knie gestoken, bijvoorbeeld om de knie te vervangen. Die techniek werkt zeer goed, is in het einde van de jaren 60, begin van de jaren 70 naar de markt gebracht. Die stap werd in één keer gezet. Het probleem is dat ene keer als je dat hebt, het is niet reversibel. Hè? Dat wil zeggen, dit materiaal begint te slijten, het lichaam heeft dat materiaal niet graag. En dan heb je typisch na 10, 15, 20 jaar, zoals we dat noemen, de prothese begint te lossen, begint los te zitten. Het lichaam begint te zeggen, dit is niet van mij, ik herken dat niet. En dan moet die prothese eruit. En dat is het probleem dat we vandaag zien, een toenemend aantal oudere mensen, waar dat de prothese 15, 20 jaar later echt wel versleten is. En dan beginnen we aan prothese-revisie. Prothese-revisie is een stuk minder succesvol en geeft een aantal grotere uitdagingen, zodanig dat er een aantal patiënten toch wel in een rolstoel komen zitten na verloop van tijd. In een rolstoel zitten betekent dat ze niet meer kunnen bewegen, gewichtstoename, diabetes ontwikkelen, cardiovasculaire complicaties en uiteindelijk gaan ze dood, omdat die knie te vroegtijdig vervangen werd door een kunstknie die we maar gedurende een aantal jaren in leven kunnen houden. Dus het model dat we nu beginnen realiseren is dat we daar eigenlijk moeten, met de toenemende leeftijd van de bevolking, dat we regeneratie moeten beginnen als doelstelling hebben in de jongere patiënten. En als ik spreek over jonge patiënten, spreken we nu over patiënten van 25 tot 65 jaar. En het is in die populatie dat we echt aan regeneratie moeten beginnen werken. En daarna kunnen we dan eventueel verder werken met plastic en metaal en 3D geprinte structuren die erin gebracht worden, waarmee dat ze dan een tijdje voor kunnen. Dus het is een schets van de doelstellingen. Je kunt dat voor gewricht doen, maar eigenlijk voor vele andere weefsels kunnen of gaan dezelfde principes gelden. En om die doelstellingen te bereiken zijn er wel twee grote methodologieën. Enerzijds wat we noemen intrinsieke reparatie, waarbij we alles wat er in je lichaam aanwezig is, toch proberen te optimaliseren. En we ontdekken wel in feite dat we nog allemaal heel veel reserve hebben, maar dat het lichaam er niet altijd in slaagt die reserve tijdig aan te boren. En wij zeggen, kijk, intrinsiek kunnen we toch misschien het endogene herstelsysteem kunnen gaan stimuleren. En dan is er een extrinsic repair. En dat wil zeggen, als het dan allemaal opgebruikt is en we geraken er niet meer, dan gaan we niets van buiten naar binnen moeten brengen. En dat is dan het inbrengen van pure stamceltherapieën tot bioartificiële weefsels. Iets over die intrinsieke repair. Waarom is er nu een belangrijke vooruitgang? Omdat de vorige jaren, de vorige twee decades, hebben een enorme evolutie meegebracht in de cellulaire en de moleculaire biologie, waarbij we eigenlijk beter en beter beginnen begrijpen hoe dat de natuur die weefsels voor ons maakt. Dus we zijn allemaal in de ontwikkelingsbiologie gegaan. Ik heb zelf ongeveer 12 jaar in de Verenigde Staten gewerkt op de ontwikkeling van kraakbeen, benen en gewrichten. Tegenwoordig beginnen we dat heel goed te begrijpen. En dus door het feit dat we dat goed begrijpen, de signaalwegen en de stemcelniches, de cellen die in die weefsels zitten, dat we eigenlijk nieuwe klasses medicaties kunnen ontwerpen, die ze in Engelse termen, en FDA ook noemt, biological response modifiers. Dat wil zeggen producten die erkennen waar ze naartoe moeten, welke cellen ze moeten aanspreken en hoe ze het herstel van die weefsels kunnen stimuleren. En daar merken we dat we eigenlijk veel meer potentiële regeneratiemogelijkheden hebben in elk van jullie lichaam tot een hoge leeftijd om toch tot succesvol
functioneel herstel van weefsels te komen. En daar zijn voorbeelden van in de kliniek vandaag. Paardhormoon wordt gebruikt, schrijf ik alle weken voor osteoporose of botontkalking. Bonemorphogenetische proteïnes worden gebruikt voor fractuurheling. En voor bijvoorbeeld spine fusion, voor als je last hebt met je rug, de tussenwervelschijf is versleten, ga je de twee wervels vastzetten. Die groeifactor devices zorgen ervoor dat dat snel gebeurt zonder veel problemen. Fibroblast growth factor 18, die ook gebruikt wordt bijvoorbeeld voor kraakbeen en been. Dus er zijn vandaag in de kliniek reeds verschillende van die wapens die ter beschikking komen en die uiteindelijk daar gekomen zijn omdat we ontwikkelingsbiologisch begrepen hebben hoe dat het lichaam dat zelf vormt. Want het lichaam is uiteindelijk heeft zich gevormd na vele honderden miljoenen jaren evolutie en is vrij verstandig geweest om, laten we zeggen, zoiets efficiënt te doen. Hè? De toekomst die we in die intrinsieke reparatie hebben, is nu heel selectief te gaan werken. De problemen die we nog hebben, dat al die groeifactoren die we nu geven, we deponeren die wel lokaal, maar die lijken wat uit en die beginnen dan naar andere weefsels te spreken en dan krijgen we neveneffecten. Dus wat we natuurlijk heel graag zouden hebben, en dat is iets dat nu meer en meer op de voorgrond komt, is dat we heel specifieke cellen of heel specifieke stoffen kunnen sturen naar een specifieke locatie ergens in het lichaam en die daar dan aan werk doen. En daar is een grote vooruitgang ook in de komende jaren te verwachten, specifiek natuurlijk omdat in de oncologie, de kankeronderzoek, men de tumorcel wilt gaan vinden ergens in je lichaam. Geen honderdduizenden tumorcellen, maar die laatste 10 tumorcellen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn omdat je metastaseerd borstcarcinoom te hebben in je bot, die we anders nooit zouden gevonden hebben, daar beginnen we nu achter te gaan, die beginnen we te kunnen targeten. En dat gaat de doorbraak geven in een aantal behandelingen in kanker, maar ook bijvoorbeeld in het herstellen, het intrinsiek herstellen van weefsels. Dus die technologie begint mooi te groeien en daar hebben we groot vertrouwen in dat daar grote verschillen gaan komen. Maar natuurlijk op een bepaald moment loopt het allemaal fout. Het lichaam en een aantal organen beginnen af te zien. We hebben daar bijna geen stamcellen meer of voorlopercellen meer. Het weefselmetabolisme begint traag te doen en begint ziekteverschijnselen te vertonen. De homeostase gaat verloren, de functie loopt achteruit. Nou, je ziet het aan je huid, hè. Als we die rimpeltjes beginnen krijgen, dan is eigenlijk het systeem begint een beetje trager te lopen. En we weten dat dat beïnvloed wordt door de genetica, door het verouderen en door ziekteprocessen. Hè. Dus op een bepaald moment is het lichaam intrinsiek eigenlijk niet meer in staat de zaken te herstellen of te repareren. En vandaar dat we op zoek gaan naar hulp van buitenuit. We noemen dat extrinsieke repair. Laten we iets van buiten naar binnen brengen en proberen dat op de juiste manier daar te plaatsen. Goed, wat zijn de wapens die we hebben vandaag voor extrinsieke repair? Ten eerste, stamceltechnologie wordt echt wel impressionant. Hè? En het is niet voor niets dat er een Nobelprijs gegeven is voor embryonic stamcells en de induced pluripotent stamcells. Want in feite, de technologie is daar nu om op die shelf miljoenen en miljarden stamcellen te staan die we kunnen sturen, min of maar zoals we willen, en dan te gebruiken om bij u te implanteren of bij u te brengen en daar weefsels te gaan herstellen. Vandaar dat we een beetje ons idee gaan moeten veranderen, dat 125 jaar en dan is het gedaan. Wel, misschien is dat niet juist, hè? Want als we die pool van uw eigen stamcellen of eigen cellen kunnen maken, we nemen een stukje van de huid van u, we brengen dat in cultuur, we engineeren dat, plots beginnen die cellen stamcellen te worden en kunnen terug geïmplanteerd worden om al die weefsels opnieuw te maken. Dus in feite, eerlijk, denk ik dat er geen echte limiet meer is aan de leeftijd. Aan de leeftijdscurve zoals we dat nu zien met die technologie. We beginnen dan te werken aan combinatiefracturen. De beste van die stamcellen, de beste van die groeifactoren. En daarbij een aantal verstandige biomaterialen die dat allemaal mee gaan sturen, zijn oplossingen. En dan het laatste waar we van dromen en waar we natuurlijk beginnen aan werken, is die bioartificiële weefsels die we gaan maken. En een weefsel is natuurlijk meer dan een structuur waar dat er een paar cellen hangen. Een weefsel is een structuur waar de cellen met elkaar praten en het levende erin kunnen houden eigenlijk. En hier een paar voorbeelden voor botherstel bijvoorbeeld. Dus wat we vandaag al hebben is, zou ik zeggen, verstandige structuren die wij daar kunnen inbrengen, al dan niet 3D bioprinting gemaakt, en die in een botdefect zoals we dat hier hebben, dat we daar kunnen tussenschuiven en die verstandige signalen geven naar de stamcellen of de cellen in de buurt, die groeien daarin en die herstellen dat. Hè. Dit is volop bezig, dit is in de kliniek en daar zien we meer en meer gesofisticeerde van die biomaterialen die daartoe kunnen bijdragen. Hè. Als het defect natuurlijk een beetje groter begint te worden, dan beginnen de problemen komen en dan merken we dat die biomaterialen op zich onvoldoende zijn om de juiste cellen en de juiste
processen te realiseren. En dan beginnen we daar groeifactoren aan toe te voegen. De BNP-devices die zijn typische voorbeelden. Als het dan helemaal een probleem begint te worden, diabetespatiënten, slechte cardiovasculaire doorbloeding enzovoort, dan moeten we bijkomende celtechnologie aanbrengen. En dan gaan we naar die celgebaseerde implantaten, die eigenlijk levende stukken weefsel zijn die we maken en die bij de patiënt geïmplanteerd worden en zich daar integreren. Dat is eigenlijk het hele idee. De combinatie producten, we beginnen engineering termen te gebruiken, want dat is eigenlijk engineering. De helft van de groep zijn ongeveer met 60 mensen. 30 mensen daarvan zijn ingenieurs, 30 mensen zijn biologen. Dan beginnen we de raw materials te maken, voorlopercellen, stamcellen, specifieke smart scaffolds, zoals we dat noemen, groeifactortechnologie. En die beginnen we allemaal samen te brengen. En die beginnen op verstandige manieren te combineren, op kleine schaal en op grotere schaal. Dat is de grote uitdaging. Dat is die size increase, die upscaling die zo kritisch wordt. En we gaan door een aantal dierenmodellen, van klein tot groot. Ik excuseer mij voor de mensen die zoveel mogelijk dieren willen beschermen, maar uiteindelijk is het ofwel bij die dieren ofwel in de human model. Het is het een of het ander. En we hebben daar goede resultaten mee. Defecten van 4 tot 5 centimeter, die niet spontaan helen, die we volledig kunnen opvullen en laten integreren in een combinatie stamceltechnologie, groeifactor en scaffolds. En die het eigenlijk in de testen naar belasting toe ook al zeer goed doen. Dus dat is een serieuze stap voorwaarts. Die stap voorwaarts die eigenlijk zal vertaald worden met 2015 gaan we de eerste klinische exploratoire trial opzetten die een dergelijk combinatieproduct als eerste in de wereld bij patiënten gaan implanteren. En dan zegt je, ja, je bent er bijna, wel, we zijn ongeveer hier en dan is er nog de hele klinische fase, dus dat is hier toch nog 10 en 15 jaar vooraleer dat we naar de markt kunnen brengen natuurlijk. Dus utopia, ja goed, maar we dus, dit begint toch al wat realistisch te worden. Wat echt utopia is, en daar heb ik ook een IRC Advanced Grant voor gekregen, de jury heeft het gekocht, dit idee, is eigenlijk echt dan organen gaan maken die functioneren in vitro en die we dan in vivo kunnen implanteren en daar, laten we zeggen, het beleid overnemen van het lichaam. Die zeggen, het lichaam, dat doet je niet goed, hier is het zoals het moet, wij nemen hier de leiding. En dat is iets natuurlijk wat de grote uitdaging is. Hoe bouw je nu zo'n orgaan? Als reumatoloog wil ik eigenlijk een nieuw gewricht te bouwen. Inderdaad, in plaats van plastic en metaal erin te steken, we gaan een keer proberen een volledig gewricht te bouwen. Een volledig gewricht die nogal redelijk gecompliceerd is. Daar is bot, gecalcifeerd kraakbeen, een stukje kraakbeen daarboven. Hoe gaan we dat allemaal samenstellen? Dus die hele meer gesofisticeerde structuur van een weefsel, dat is een serieuze uitdaging. Dat is echt de utopia. Wel, we zijn ermee begonnen. Namelijk, can we grow a bone and a joint? Kunnen we dat nu zelf groeien in een vitro setting? En dan gaan we terug naar ontwikkeling. Hoe doet ontwikkeling het hier? Wel, ontwikkeling doet het zo. We kennen al die stappen. We kennen daar toch wel de cellen enzovoort. Wel, we gaan proberen inderdaad te gaan produceren eigenlijk. Maar er was heel lang discussie over wat is het wetenschappelijk model waarop dat we dat gaan samenstellen. En dat hebben we in 2009 gepubliceerd. Met drie mensen, een chemische ingenieur, Malcolm Oos is een ontwikkelingsbioloog, FDA-regulator, dus iemand ook van de regulatoire instanden. En dan ergens een reumatoloog die daar een passie van gemaakt heeft. Om te proberen te zeggen, kijk, dit is het model. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, dat is ongeveer een totaal van 80 bladzijden. Dat is bijna gelijk in de oude tijd. Dat we uitgeschreven hebben, het hele proces gedesigned hebben om uiteindelijk tot de volledige weefsels te komen. En we zeggen, we denken dat we dat kunnen doen, dat groeiend bot. Want uiteindelijk, dit is hier een schetsje. Wij weten ongeveer hoe dat de natuur het maakt. Met de groeifactoren en de cellen daarbij. En hoe gaan we dat nu in elkaar kunnen steken? Eén ding hebben we moeten realiseren, dat is dat je niet op voorhand kan starten met het volledige weefsel dat je wilt bereiken. Dat je moet begrijpen, net zoals de natuur, van kleinere stukken vertrekken en die progressief laten groeien. Dat is een van de fundamentele principes die we hier moeten inbrengen en die wij denken in het verleden altijd fout begaan zijn geweest. Dus je gaat niet van een weefsel hier, die je meteen aan de juiste grootte wilt brengen. Nee, je gaat door de productie, zoals in vivo dat doet, van kleine weefselstukjes die progressief groeien om dan uiteindelijk tot die organisatie van de weefsel te komen. En jullie zien het hier, er beginnen tekeningen te verschijnen met schematjes en schetsjes. Dat wil zeggen, utopia is daar natuurlijk aan het komen. We hebben dan gezegd, kijk, als we dat willen maken, we beginnen met de stamcelletjes, we hebben dan microcarrier-technologie nodig om die size te hebben, want ik moet wel iets maken van een aantal kubieke centimeters. We gaan die beads smart maken, zodat die beads bepaalde groeifactoren en signalen lossen en de cellen eerst prolifereren en dan een stukje differentiëren. Dan gaan we die assembleren en gaan we die verder laten toenemen in volume en in grootte. En dat is dan onze design chain, waar we de verschillende subprocessen, hier begint je dan de ingenieursinvloed te zien, verschillende subprocessen voor verschillende gedeelten.
gedeelten en stukken die we dan samenbrengen in grotere structuren. Hè. En dat is het eindproduct dat we voorstellen, dat is dat groeiend stuk bot, dat erop trekt nu qua samenstelling met specifieke cellen op iedere laag, die onderling met elkaar aan het signaleren zijn. En we hebben hier een aantal biosensors ingebouwd, zodat die weefsels voelen wat dat er daar gebeurt. Hè. We zijn natuurlijk tegen de muur van de technologies gebotst, enabling technologies. We hebben microfluidics nodig, we hebben nieuwe biorectoren nodig, we hebben nieuwe biosensors nodig, non-invasive imaging, 3D bioprinting gaat ons daarbij helpen, computational modeling. Dus al die mensen die onder andere nu bij ons samenwerken en waarmee we bezig zijn in het laboratorium, zijn de boundaries van de technologie aan het pushen. En als er iets dus het geheel nog aan het vertragen is, is precies die nieuwe technologie. We zijn bezig met een micro-aggregatieplatform, dan zie je hier verschijnen dat we specifieke wafers gebruiken om met fotolithografie bepaalde vormen te maken waar dan groeiende kleine embryonale cellen, dit zijn stamceltechnologie, kunnen gebracht worden, geproduceerd worden met duizenden en zo kunnen geassembleerd worden in de grotere structuren en om dat reproduceerbaar te maken. We moeten onze, ik heb gesproken van die kleine bolletjes die we nodig hebben waarover de cellen gaan kunnen groeien, die bepaalde groeifactoren moeten gaan lossen op bepaalde momenten. Ze hebben met microfluidics bezig, het is ook IMEC die daarmee ingeschakeld is om dat te proberen realiseren. De bioreactor design zijn we al aan de derde generatie, waar het stuk hier gemaakt wordt en hier de biosensors ingebouwd om te weten wat er daar gebeurt. Zodanig dat we het net als een patiënt op intensieve zorgen. Als je op intensieve zorgen ligt, in de meeste gevallen ben je niet meer bewust. En toch slagen we erin, in 90% van de gevallen, de patiënt in leven te houden en te brug te brengen naar deze wereld. Waarom kunnen we dat? Dankzij het feit dat we bij die patiënt van alles meten, in toenemende mate online meten, en die kunnen corrigeren. Hè. Met die levende weefselstukjes is het van hetzelfde laken en brok. Hè. Dan uiteraard willen we visualiseren wat er gedurende die processen gebeurt. En dan zijn we met een nano-CT bezig, contrast enhanced. We moeten niet alles beginnen uittesten, dus we hebben onze modellers die de nieuwe weefselvorming die bezig in vivo voor ons gaan modellen om te gaan uitleggen wat zijn de shear stresses die we gaan hebben en gaan onze cellen die processen overleven of gaan we die in de juiste directie kunnen sturen. En uiteindelijk moeten we echt in termen van systems, van systeembiologie te hebben, en dat is de laatste boodschap die ik wil meegeven. We maken geen scaffold waar dat er een paar cellen in hangen en levend zijn, zoals dat oor hè, die daar gepubliceerd is geweest, waar dat er een paar cellen net in leven bleven in een oor die mooi geprint was geweest door de DeepReoprinters. Nee, we proberen wel iets te maken van een levend weefsel waar dat de cellen onderling met elkaar werken. En vandaar dat we de network science hier moeten inschakelen om een analyse te doen van inderdaad is die conversatie bezig en zijn die cellen werkelijk, of is dat weefsel werkelijk een levend weefsel hier. Zo, dat zijn zo een paar key ideeën die we proberen uit te werken en waar dat we misschien binnen een enkele tiental jaren wel kunnen komen. Voor deze die geïnteresseerd zijn, organiseren we elk jaar zo een soort technologie-meting waar we mensen van verschillende backgrounds samenbrengen om het een en ander te discussiëren. En dat zijn de groepen die daarmee bezig zijn. Dank jullie.